Welkom bij Op reis naar de 17e eeuw, les 1. Mijn naam is Femke en ik ga jullie vandaag iets vertellen over de molensteenkraag. In de 17e eeuw waren heel veel mensen heel erg rijk in Nederland. Daarom noemen wij het in Nederland ook wel de Gouden Eeuw. Dat was natuurlijk niet voor iedereen een Gouden Eeuw. Daarover hebben we het in een latere les. Maar die hele rijke mensen, die werden rijk door de handel, die wilden graag laten zien hoe rijk ze waren. En één van de dingen die je dan kon doen, was een mooi portret van jezelf laten maken. Met al je rijkdom die je om je heen had. En uiterlijk vertoon was daar dus een mooi voorbeeld van, om te laten zien hoeveel geld je had. Wij gaan eens kijken naar een schilderij uit de collectie van Boijmans van Beuningen. Het portret van Aletta Adriaansdochter, gemaakt door Rembrandt van Rijn. Aletta Adriaansdochter was de dochter van een burgemeester en lakenkoopman. En zij laat op dit schilderij wel zien dat ze behoorlijk veel geld heeft. Dat kun je onder andere zien doordat ze een portret van zichzelf kon laten maken. Want dat kon je natuurlijk niet betalen als je geen geld had. Daarnaast heeft ze dus een hele grote kraag om. Zo'n kraag noemen we een molensteenkraag. Jullie kunnen misschien wel begrijpen waarom dat is. Zo'n kraag lijkt op zo'n grote platte ronde steen die in de molen gebruikt wordt om het graan te malen. Daarom noemen we het een molensteenkraag. Hoe groter die kraag was en hoe ingewikkelder die in elkaar zat, hoe duurder die was. Dus zo'n grote kraag zorgde ook voor meer aanzien. Die kraag was eigenlijk meegenomen door de Spanjaarden tijdens de 80-jarige oorlog. Eind 16e eeuw namen zij hun mode automatisch mee naar Nederland. En toen gingen de Nederlanders deze mode overnemen en gingen ook deze kragen dragen. Zo'n kraag, daar zat soms wel 16 meter stof in. Het was gemaakt van wit linnen. En dat maakte eigenlijk direct, gaf het je cachet en aanzien als je zo'n mooie witte kraag om had. Zeker in contrast met die zwarte kleding. Want ook liet het zien dat je rijk was als je zwarte kleding droeg. Zwarte kleding was namelijk het allermoeilijkst om te verven. Die donkere zwarte kleur die ook in de was mooi bleef, ja, die moest je wel kunnen betalen. Wat ik graag met jullie wil gaan doen, is zelf proberen een molensteenkraag te gaan maken. Maar dan wel een hedendaagse variant. Dus wat ik aan jullie vraag is, zoek in huis, om je heen, witte spullen. Bijvoorbeeld een wc-rol, wattenschijfjes, printpapier, een kussensloop van je moeder. Als het mag, probeer maar iets. Ik ga zelf ook proberen om een molensteenkraag te maken. Daarvoor heb ik, zeer zeldzaam op dit moment, een wc-rol en een naald en draad. En dan gaan we eens kijken of dat wat wordt of helemaal niet. Ik denk dat ik iets meer papier nog nodig had, maar zie ik er niet meteen heel belangrijk uit. Ik vind van wel. Nu wil ik jullie uitdagen om zelf ook zo'n mooie molensteenkraag te maken. Zo origineel mogelijk. Bedankt voor het kijken. En ik zie jullie heel snel bij les 2 terug.